Er lagen vandaag tussen de 200 en 300 vuilniszakken voor de universiteitsbibliotheek. Het studentenmilieuoverleg Groningen, SMOG, organiseerde deze vuilnisactie om studenten bewust te maken van de enorme hoeveelheid afval die ze produceren. Bij de ingang van de UB confronteert het SMOG studenten met vuilniszakken die de afgelopen 7 dagen gevuld zijn. Veel studenten eten voorverpakt voedsel en drinken sap uit pakken. Dat levert enorme hoeveelheden afval op. Er is wel een aantal oplossingen voor dit probleem. Je zou bijvoorbeeld een broodtrommel mee kunnen nemen. Het is een beetje ouderwets en we verwachten ook niet dat iedereen dat nou opeens gaat doen. In de afgelopen 60 jaar is het afval verviervoudigd. En ja, er zijn natuurlijk meer mensen, maar we consumeren waarschijnlijk ook meer. En om daar bewust van te zijn is wel belangrijk. Het SMOG is van plan de komende tijd met nog meer acties te komen. Het deelnemersveld van het Eurovoetbaltoernooi is bijna rond. Galatasaray uit Turkije is de 11e deelnemer. Volgende week wordt de naam van de 12e en laatste deelnemer bekendgemaakt. Andere deelnemers aan het toernooi in het Pinksterweekeinde zijn FC Groningen, Heerenveen, Feyenoord, PSV en FC Twente uit eigen land. Uit het buitenland komen Valencia, Slavia Praag, Houston Dynamo, het Braziliaanse Botafogo en Sporting Portugal. De opening van het toernooi is op zaterdag 11 juni in de Euroborg en in Assen en Leeuwarden. Op zondag en Pinkstermaandag wordt het toernooi voortgezet op de Esserberg.